ziet dit eruit als een gezellige vereniging van motorliefhebbers? De werkelijkheid is helaas anders. Geweld, afpersingen, schietpartijen in woonwijken, drugshandel. 85% van de motorleden heeft een strafblad. 1/3, zelfs meer dan 10 veroordelingen. Dat zijn dus criminele bendes. En daarom dien ik vandaag een wetsvoorstel in met het CDA, VVD, ChristenUnie en SGP om deze clubs bestuurlijk te kunnen verbieden. Geen schietpartijen op straat, geen intimidaties, maar er zeker van zijn dat mensen zich veilig kunnen voelen in hun eigen buurt.